Ik wil met jullie iets delen over de trouw van God. Het is een wat lichte overdenking. En voor de meesten misschien ook komen de bekende dingen in voor. Maar het is goed om dat te herhalen en heel veel mensen kennen de verhalen niet. Dus ik wil beginnen met Psalm 36 vers 6. Daar staat: Heer, hoog als de hemel is uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. En het is natuurlijk heel mooi om te weten. In Psalm 100 vers 5 staat: De Heer is goed, zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht. Nou, ik wil met jullie iets delen ook over een voorganger in Roemenië uit de jaren 80. Nou, ik zei al, de meeste weten dat, die kennen dat verhaal, maar heel veel kennen dat niet. En het is gewoon goed om de lijn van trouw, de trouw en de liefde van God te zien. En dat probeer ik hiermee duidelijk te maken. In de jaren 80 was Ceausescu die in Roemenië de leiding had. Het was een tijd waar de moordmachine, de geheime politie, de securitate angst zaaide onder de bevolking. En waarmee dictator Ceausescu tot iedere prijs zijn macht probeerde te handhaven. Bij dat woord kromp iedere Roemeen ineen. Wanneer buren of mensen zich kritisch opstelden, verdwenen ze. Een uitgebreid spionagesysteem dat werkte tot in de meest afgelegen bergdorpen. Het zorgde ervoor dat Roemenië een zwijgend land werd. Dus het was in elk dorp was het raak. En mensen durfden niets te zeggen. Maar één man stoorde zich hier niet aan en hij zweeg nooit. Hij woonde in een klein stadje en was voorganger. Hij bad veel en hij verkondigde het evangelie. Wat in de jaren 80 een zeer gevaarlijke activiteit was. Op een dag zag de voorganger een buitenlandse auto in de stad. Met daarin twee mannen. De voorganger had juist wat brood gekocht en liep in het park. En op dat moment, toen hij in het park liep, kwam er een stem in zijn hart. En die zei van, ga naar huis, er komen gasten langs. Én mentem haza tovább a biciklivel. So I went home with my bicycle. Mondom, ott van a feleségemnek. And I told to my wife. Tegyünk egy kis rendet. A lakásba. Repair the house. Gyerekek kicsik voltak. The children was young. Mert jönnek valami holland vendégeim. Még le sem teszem jól a kenyeret. When I put the bread down on the table. Már az Váradi úton levő kapunál kopognak. Látom, hogy ők azok, akik kiszálltak a holland kocsiból. Kérdezték, hogy bejöhetnek. They asked me that can we go in? Mondtam, igen. And I told them, okay, yes. Jó lehet abban az időben nagyon veszélyes dolog volt külföldieket befogadni. De bejöttek. But they come in. A feleségem franciául tudott. My wife could speak French. They can és speak. Így beszéltek, így beszéltünk együtt. In this way we can Nem sok időt töltöttek velünk. They didn't stay a lot of time. En een jaar later, toen viel het bewind van Ceausescu ook en het land kwam vrij. En de twee gasten kwamen weer terug naar de voorganger en die namen ook andere Nederlanders mee. En dat ging het jaar erop ging dat ook door en daarin ook weer. En in 1993 ben ik ook meegegaan. En in 1994 ontstond Stichting Help Ons Helpen. Die voorganger was namelijk... zoals bij jullie bekend ook, dominee Kovacs. In 1994 sprak dominee Kovacs ons aan. Hij deelde een droom met ons. Hij vertelde ons dat hij na een bezoek aan een bejaarde vrouw zo diep in zijn hart werd geraakt. Deze oude vrouw leefde onder de meest armoedige omstandigheden die je maar kon bedenken. En dat was natuurlijk in Roemenië, vooral na Ceausescu was dat zo dat...
ouderen heel vaak onder erbarmelijke omstandigheden leven. En ik denk dat het ook nu nog zo is. Dat heel veel ouderen gewoon een niet-menselijk bestaan hebben. En hij ging bidden voor een verzorgingshuis voor ouderen. En hij sprak er met ons over. Maar hij zegt, jullie hoefden nu nog geen actie te ondernemen, want ik heb nog geen antwoord van God gehad. En de jaren gingen daarin verder dat wij 2 à 3 keer kwamen per jaar. En dat we ook heel vaak rolstoelen meenamen, voeding, kleding, ook heel veel ouderen hielpen. Maar in de zomer van 1997 vertelde Kovas ons dat hij een antwoord van God had gehad. Hij zegt, ik heb een antwoord van God gehad en, om een verzorgingshuis te beginnen, een huis te kopen. En wij zijn hier natuurlijk daarmee gewoon weer in Katwijk teruggekomen en we hebben daar met elkaar voor gebeden. En in december hadden wij altijd een bazaar. Dat weten jullie ook. Het was in het LTS-gebouw, het was een groot gebouw. En daar werd een bedrag van 17.500 gulden opgehaald. Het was 1997. En in 1998 konden we daarvan in januari een huis van kopen. Dat huis moest ook opgeknapt worden. Het was nog in vervallen staat. En het was niet geschikt voor een verzorgingshuis. En wat ben je als je met een stichting die zeker in die tijd nog heel klein was. En we deden het heel vaak met een gebed en met een stukje in de krant zetten. Hoe bijzonder was het dat we elke keer weer financiën binnenkregen. En dat dat bejaardentehuis eigenlijk nooit stopgestaan heeft. Behalve in de wintertijd als het heel koud was. En ze konden doorbouwen en verbouwen. In 2001 was de verbouwing klaar. En werd het geopend. Daar zijn we bij geweest. Het was heel mooi. En het was van de grootte dat je 12 hulpbehoevenden kon helpen. Oudere mensen. En dat ging zo jaren door. Mensen kwamen vaak... dat was bekend bij Kovas ook, dat hij ook de allerarmste in huis opnam. Mensen kregen daar een menswaardig bestaan. Salem betekent ook huis van vrede. En die vrede kregen ze daar ook. Er was dagelijks een dagopening waar mensen vrijwillig naartoe konden gaan. Mensen stierven daar ook, maar mensen ontvingen de liefde van God. Door het personeel heen. Wij ontvingen in 2010, want het ging jaren door zo, in 2010 ontvingen wij weer een prachtig bedrag voor de uitbouw. En in 2011 stond die uitbouw daar, zodat er 22 hulpbehoevenden konden huisvesten. Dat is bijzonder. Without the help of our Lord, Isten segítsége nélkül, we couldn't do it. Nem tudtuk volna megtenni. And we hope that it will be blessed in years and years and years until He comes back. És reméljük, hogy meg fogja áldani évekig, amíg ő jön. We hope to be a blessing. Yeah. Okay, for you. Please. Okay. Dat is hier tussen ons. Support de pakketten van ons. En dat is ook weer jaren doorgegaan.
En ja, met veel liefde. En we zijn in 2019 aanbeland en kregen we weer een mooie gift. Waren we door het huis achter het verzorgingshuis konden kopen. En zodat er binnenkort 32 hulpbehoevenden kunnen huisvesten. We teruggaan naar die tekst. Heer, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken rijk uw trouw. Dat is Psalm 36, vers 6. Ik heb hem daarnet ook gelezen. God was trouw in al die jaren. Hij hoorde de gebeden, hij hoorde onze gebeden, maar hij hoorde ook het gebed van Kovacs in de jaren 80. Toen het allemaal zo duister was en zo donker was. En waar die eerste ontmoeting had. En dan lees ik ook in Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. En als je zo terugkijkt, zie je het ook. Het is een werk van God. Heel veel mensen, heel veel ouderen kunnen we zegenen. We kunnen de christenen daar zegenen. Maar het is zijn werk. Het is zijn liefde die je gewoon door mensen heen ziet. En zo kunnen we heel veel voorbeelden geven. Zo hebben we ook de trouw gezien in het land van voedsel, het voedselproject in Marcusa. Waar een Roemeense boer al jaren voor ons het land voor voedselproject beheert. Hij poot daar aardappelen onder andere. En hij vraagt altijd in het voorjaar een zegen. En een zegen aan God. Hij betrekt God daarin. En het voedsel is bestemd voor kansarme gezinnen. Voor Anneke van der Kouwen. Ze zit hier toevallig. Die al jaren trouw zoveel gezinnen helpt. En ik ben even gaan zoeken gewoon op internet en in mijn mail. En ik vind daar nog een berichtje uit 2012 door Anneke geschreven. Die schrijft aan ons, weer een wonder. Begin oktober waren de aardappelen nog kleiner dan walnoten. Sinds 16 mei had het niet meer geregend. We dachten al dat er helemaal geen aardappels meer zouden komen dit jaar. Veel mensen hebben gebeden en begin oktober ging het regenen. De aardappelenplanten gingen weer uitlopen. En na 2 weken hadden de aardappelen een normale grootte. Die boer, die Sony, die kon die aardappelen brengen bij gezinnen. En wat een zegen was dat. En wat een bevestiging ook voor de mensen, ook voor die kansarmen die daarvoor gebeden hebben en voorbaden. En zo zie je dat trouw en de liefde en gebed eigenlijk een samenwerking is. Spurgeon zei eens, niemand op deze wereld kan mij een meer waarachtige vriendelijkheid bewijzen dan hij die voor mij bidt. En dat is gewoon een waarheid. Gebed heeft kracht. Gebed doe iets. En het doe iets moois. En vaak dingen die wij van tevoren niet kunnen bedenken. We worden wel meegenomen in het verhaal van God. Zoals je ziet, de Roemeense voorganger Kovacs had verlangen om ouderen te helpen. En hij staat nu in 2021 voor een uitbouw om 32 mensen te kunnen helpen. En zo kunnen we die trouw ook dicht naar ons toe trekken, naar onze gezinnen. We zijn mensen met heel veel emoties, maar daaronder zit daar heel vaak een verlangen ook. En ik geloof wel, wij als christenen herkennen dat ook, dat we ergens altijd een diep verlangen hebben. En dat is dat onze kinderen ook God gaan leren kennen. En als iemand dat niet herkent, moet hij het maar zeggen. Maar volgens mij is dat een verlangen van ieder christen. En volgens mij is dat ook een verlangen die God in ons brengt door de Heilige Geest. En volgens mij is dat ook een uitdaging voor ons om voor onze kinderen te bidden. En de trouw van God daarin ook en zijn liefde daarin gewoon uit te nodigen. Ook daarin gewoon te laten zien, ja Heer, u bent trouw, u bent goed, u bent lief, want u zegt het zelf. En dat is de uitdaging, maar ook
De uitdaging is ook de noden om ons heen. De mensen die we kennen, de mensen die op ons hart krijgen. God laat zijn kinderen niet met lege handen achter. Het is duidelijk in dit verhaal. En ik wil afsluiten met 2 Timotheus 2 vers 13. Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Onze staat als mens is dat wij ontrouw kunnen zijn. En we zijn mensen, we zijn gewoon door genade behouden. En dat is alles. Het is niet onze rechtvaardigheid. Want Efeze zegt ook, niemand is rechtvaardig. Het is de genade van God. De genade van God is dat hij ook trouw blijft voor ons allemaal, voor ieder. In dit werk, ook op dit moment, in wat wij doen, komt heel veel op ons af. Zeker voor bepaalde mensen die hier dagelijks mee bezig zijn. Maar God is trouw. Hij gaat ook hierin een weg. En dat wil ik met jullie delen.